Bij weer een nieuwe kerstverse aflevering van de Direct Duidelijk Tour. Mijn naam is Lodewijk van Noord en vandaag gaan we het hebben over misschien wel het allerbelangrijkste onderwerp in je Direct Duidelijk aanpak, namelijk testen. En hoe belangrijk dat testen is, gaan we meteen even kijken in dit filmpje. Geachte mevrouw De Vries. Bij deze deel ik u mede dat in de week van 24 juni 2013 tussen 4 uur en 9 uur een medewerker van de NVMS bij u langskomt. NVMS? Totaal onbekend. NVMS, wat is dat voor bedrijf? Dat is in principe een ziekte, maar... NVMS bij u langskomt om de aangevraagde kliko bij u af te leveren. Moet je elke avond thuis blijven? Moet je elke dag thuis blijven? Een hele week lang. Jij moet dan thuis zijn. Heel onduidelijk. Kan het niet iets concreter of... Wanneer komen ze nou precies? Je gaat bellen om te vragen wanneer komen ze eigenlijk. Geachte mevrouw De Vries. Een tijdje terug heeft u een grijze huisvuilcontainer aangevraagd. Deze container wordt in de week van 24 juni 2013 bij u thuis bezorgd. Een van onze medewerkers zal de container tussen 4 en 9 voor uw voordeur zetten. U hoeft hiervoor niet thuis te blijven. Joepie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling logistiek van de Milieuservice. Telefonisch bereikbaar van maand tot en met vrijdag tussen 9:30 en 4:30 via telefoonnummer. Perfect, niks meer aan doen. Ik vind deze brief eigenlijk perfect. Helder, concreet. Hij is specifiek waar het moet. Je weet ook al dat je niet thuis hoeft te blijven, dus dan maakt het ook niet uit. Dan zie je het gewoon verschijnen. Wel, een heel andere brief eigenlijk. Persoonlijker? Ja, toch wel veel duidelijker. Er staat duidelijk in wat ik besteld heb. Je hoeft niet thuis te blijven, hij wordt voor de deur gezet. Je kan het ook gelijk onthouden, dus... Je ziet het, hoe belangrijk dat testen is. En we gaan het er vandaag uitgebreid over hebben. Wil je meepraten of heb je vragen? Doe dat dan vooral in de chat. En wie weet behandelen we jouw vraag straks hier live in de uitzending. En dat doen we met twee fantastische gasten. Fijn dat jullie er zijn. Jacinta de Moor en Mark Mulder. Jacinta, jij bent communicatieadviseur bij de gemeente Haarlemmermeer. En de gemeente Haarlemmermeer, net als heel veel andere gemeenten, maakt heel veel werk van Direct Duidelijk. En jullie testen ook heel veel. Daar gaan we straks uitgebreid over praten. Naast jou zit Mark de Moor, senior ervaringsdeskundige armoede en schulden bij Movisie. Je mag straks uitleggen wat dat allemaal precies inhoudt. Maar je bent ook nog voorzitter van de Ervaringsraad Basisvaardigheden. En jij weet heel goed hoe belangrijk het is dat die communicatie allemaal helder is en wat er vaak ook misgaat. En dat weet je vooral omdat jullie veel samenwerken met ervaringsdeskundigen. En daar gaan we straks ook uitgebreid over praten. Want testen, dat kan je op heel veel verschillende manieren doen. Bijvoorbeeld binnen je organisatie. En Jacinta, jullie hebben daar in de gemeente Haarlemmermeer de brievenmonitor voor ontwikkeld. Nou, vertel, wat is dat? We zijn er een paar jaar geleden mee begonnen. We hadden net zoals heel veel gemeentes, denk ik, taalcoaches die collega's helpen met duidelijke brieven. We hadden een schrijfwijzer, dat hebben ook heel veel gemeenten. Ze bieden cursussen aan en trainingen. En we hadden het gevoel dat dat eigenlijk niet het juiste effect heeft... eerlijk gezegd. En toen zijn we begonnen met een club taalcoaches om eens te bespreken, gewoon een stapeltje brieven, wat vinden we hier nou eigenlijk van? En toen was de conclusie helaas dat meer dan de helft van de brieven vonden we eigenlijk onvoldoende. En toen zijn we dat wat groter gaan aanpakken. De gemeente Haarlemmermeer heeft 20 afdelingen, clusters heet dat. En van 14 clusters, dus niet van HRM en van een paar echte interne clusters, trekken we dan één keer per jaar een steekproef van 10 brieven. We verdelen die onder de taalcoaches en mensen van collega's van team communicatieadvies. En dan gaan we daar naar kijken en dan zeggen we wat vinden we daarvan. En dat is dus die brievenmonitor. Dat is jullie dus met elkaar binnen de hele organisatie kijken naar wat vinden we er eigenlijk van. Ja, precies. Ja. Dus we geven een oordeel. We hebben smileys, dus een rode smiley, soort stoplicht. Hè? Rood is, dat is echt niet goed. Oranje, nou, vinden we ook niet voldoende. En groen vinden we wel voldoende, hoewel er altijd nog wel tips zijn.
Nou, daar hebben die klussers eigenlijk natuurlijk niet zo heel veel aan. Ze willen vooral weten, wat moeten we dan beter doen? Dus we geven daar ook meteen een advies bij. Hoe ze dat kunnen doen. En als ik dan bijvoorbeeld kijk, als jullie zeggen van, nou, oranje, een brief heeft een oranje kleur. Wat zijn dan de dingen die jullie dan zijn opgevallen in die brief bijvoorbeeld? In die brievenmonitor? Ja, na de eerste twee keer hebben we eigenlijk alle veel gemaakte fouten op een rijtje gezet. En zijn we tot een top 5 tips gekomen. Eigenlijk een top 6. De zesde tip is dan, laat altijd iemand meelezen. Maar goed, dat kan je niet zien aan een brief als je hem voor je hebt. En die dingen, ja, die komen terug in alle schrijfwijzers van alle gemeentes en in alle, alle trainingen ook. Maar belangrijk is, zet het doel van de brief in de inleiding. Zet de belangrijkste boodschap eerst. Maak korte zinnen, maximaal 15 woorden. Gebruik kopjes, bij voorkeur kernzinkopjes. En de vijfde is vaktaal of moeilijke woorden. Vermijd die of leg die uit als het echt niet anders kan. Nog eventjes kernzinkopjes voor de mensen die dat niet kennen. Wat is dat dan precies? Ja, dat ken ik tot een paar jaar geleden ook niet. Maar als je kernzinkopjes gebruikt, dan die geven samen eigenlijk een samenvatting van de brief. Dus dat is een korte zin die een samenvatting geeft van de alinea. En als je al die kernzinkopjes op een rijtje zet, ja, dan heb je eigenlijk de samenvatting van de brief. Ja. En dat zijn vrij kernachtige dingen die jullie dus met die brievenmonitor er dan uithalen en waar dan een advies bij komt. Ja. Hoe dat eruit ziet, we hebben een foto ook klaarstaan over hoe die brievenmonitor dan bij jullie in zijn werk gaat. En dat zijn dan, zie je hier de collega's als het goed is zitten, oh, dit zijn de schrijftips, maar deze bedoel ik. Ja. Dit is dus de brievenmonitor in werking. Hè? Dus dan, ik zie mensen met laptops zitten, groepjes aan tafels. Ja, en dit zijn dus allemaal collega's van jou. Klopt, ja. En jullie hebben dan een brief en gaan ze dan per brief aan zo'n tafel die brief met elkaar bespreken? Hoe werkt het precies? Ja, nou, een week van tevoren krijgen ze die brieven, geanonimiseerd natuurlijk, want privacy is ook heel erg belangrijk. En dan zeggen we, nou, ga in je eigen tijd die brieven lezen. Je weet die tips, je hebt dus zelf ook allemaal de cursus gevolgd, dus je weet wat belangrijk is. En aan het eind van de week zitten we dan bij elkaar en dan ga je het met elkaar bespreken. En dan die 10 brieven samen van één cluster, ja, daar geef je dan zo'n gekleurde smiley voor. Ja, wat zo mooi is dat jullie al die tips en die adviezen, die hebben jullie nu ook gebundeld in een soort infographic, hè, heb ik begrepen. Klopt. En dat is eigenlijk, dat hoort dus ook bij die brievenmonitor, is eigenlijk een resultaat van die brievenmonitor. Ja. Ja, direct en indirect. Want een van de dingen die we leren is, dat is eigenlijk ook mijn gouden tip aan het einde. Oké, ga je nu alvast verklappen, maar we doen het aan het einde gewoon nog een keer. Het gaat er natuurlijk allemaal om het makkelijk te maken voor de mensen voor wie zo'n brief bedoeld is. Makkelijk en duidelijk. Maar volgens mij is het ook heel erg belangrijk om het makkelijk te maken voor collega's. Want en dan moet je ook faciliteren. Dus mensen zien het volgens mij nu op het scherm. Het is nog wel een concept. We zijn het nog aan het veranderen. Maar we hopen dat we met één zo'n sheet, waar de belangrijkste dingen op staan, natuurlijk lang niet alles, dat we het ook voor collega's makkelijk kunnen maken. Wat ik heel mooi vind, als we deze infographic die jullie hebben gemaakt kijken, is dat je dus de brief echt centraal stelt en je haalt dus punten uit die brief waar een tip aan gekoppeld zit. We zorgen ook dat dit straks nog gedeeld wordt met iedereen die de uitzending kijkt. Overigens hebben we dit ook weer deels gestolen van een andere gemeente, hoor. Okay, die ook zo'n infographic had. Maar we werken samen, hè? Ja, we hebben dit oversteden, heel goed. En er staat schrijftips boven. Jij vertelde me net, we hebben het nu eigenlijk regels genoemd. Waarom hebben jullie dat gedaan? Ja, dat klopt. Nou, we hadden een half jaar geleden hebben we die brievenmonitor wat uitgebreider gedaan. Daar hebben we er een mini-congres van gemaakt voor collega's. Daar hadden we ook mensen van buiten uitgenodigd. Bijvoorbeeld ook Anita van de Consumentenbond, die hier ook een keertje aan tafel heeft gezeten. Die kon veel vertellen over juridische teksten in brieven. Naar aanleiding van dat mini-congres hebben we een kleine enquête gehouden. Dus ook weer een soort van onderzoek van wat vond je ervan? Wat ga je nu doen met al deze opgedane kennis? En waar heb je hulp nog bij nodig van ons of van anderen? En wat daar duidelijk uitkwam is, we willen eigenlijk duidelijkere regels. Het moet ook niet te vrijblijvend zijn. Dus tips, dan heb je nog keuze, dan kan je nog zelf nadenken. Nee, we moeten mensen meer helpen, moeten duidelijker zijn. Zo gaan we doen. Nou, wat daarom mooi. Die regels. Ja. We krijgen meteen al een vraag voor je binnen, dus die ga ik doen. Marion, dankjewel voor je vraag. Die vraag namelijk, hoe komen jullie dan aan die brieven? Want
doen jullie dan een oproepje en krijg je dan niet al brieven waar mensen al heel erg hun best op hebben gedaan? Ja, nee, dat wil je natuurlijk niet. Nee. Hè? Je wil niet de beste brieven. Nou ja, dat is ook best wel een gedoe en we moeten daar ook echt wel een paar maanden van tevoren mee beginnen. Maar ja, bij ons heet dat DRM, dus de mensen van het postensysteem. Die vragen we van, nou, willen jullie voor ons die steekproef trekken? Graag 10 brieven. Dus dat vraag je echt aan de postkamer. Dus je vraagt het niet direct aan collega's. Nou ja, het heet niet meer postkamer. Ja, maar ja, dat is om de afkorting maar te vermijden. Ja. Wat goed. En dan krijg je dus een vrij grote steekproef. En daar selecteren jullie dan een aantal uit die je in de brievenmonitor gaat meenemen. Nee, we vragen dus aan de postkamer die niet zo heet. Graag 10 brieven per cluster. En vaak zijn het ook van die briefjes van hierbij ontvangt u dit en dit en dat. Nou, die willen we niet, want daar valt niet zoveel van te vinden. Ja. En dan gaan we die allemaal anoniem maken. Dat is ook nog best wel een klusje. En dan verspreiden we ze dus onder die groepjes collega's. Prachtig. Nou, die brievenmonitor, inspirerend voorbeeld. Ja, ik hoop het. Ja, ik weet het wel zeker. Een mooie manier om binnen je organisatie te testen. Want we vergeten soms wel eens dat onze collega's ook gewoon burgers zijn. Hè? Die ook met die bril van die burger kunnen kijken. Ja, precies. Ja. Maar als we het over testen hebben, dan zie je ook dat steeds meer organisaties naar buiten gaan om hun beleid, dienstverlening en communicatie te testen. En Mark, jij weet daar meer van, maar eerst nog eventjes terug naar de Ervaringsraad Basisvaardigheden, waar jij voorzitter van bent. Wat is dat dan precies? Ja, de Ervaringsraad is opgericht door het expertisepunt Basisvaardigheden. Dat heeft zelf een vrij lastige naam voor mensen om te begrijpen. Maar we doen onderzoek naar wat er gebeurt met mensen die te maken hebben met niet zo goed kunnen lezen, niet zo goed kunnen schrijven, niet zo goed kunnen rekenen enzovoort. En de Ervaringsraad is eigenlijk een groep mensen die dat zelf heeft aan de lijf heeft ondervonden. Die daar dus ervaring mee hebben van hoe het is om niet goed te kunnen lezen en schrijven. En het is een heel zoveel mogelijk diverse groep. En daarmee gaan wij in gesprek over allerlei onderwerpen die voor hen van belang zijn. Mm-hmm. En onderwerpen waarvan we bij het expertisepunt denken dat dat onderwerpen zouden zijn om ons verder in te verdiepen. Ja, en voor de kijkers en ook wel een beetje voor mij, wat is precies een ervaringsdeskundige? Ja, wij maken onderscheid met ervaringsdeskundigen, dus tussen mensen die met ervaring, die iets hebben meegemaakt of die ergens mee moeten leven. Mensen met ervaringskennis die ook hebben nagedacht over wat die ervaring nu eigenlijk betekent voor hun leven en wat voor invloed dat heeft. En die daarop hebben gereflecteerd uit zichzelf of met hulp, dat maakt dan niet uit. En een ervaringsdeskundige is dan iemand die zijn ervaring ook inzet ten behoeve van of andere mensen te helpen. Maar het kan ook zijn om hulpverlening te helpen of om beleidsmakers te helpen dingen beter te begrijpen. En bij Movisie, het bedrijf waar je werkt, daar ben jij zelfs senior ervaringsdeskundige. Klopt. Heel eventjes over jouzelf. Wat is jouw ervaring dan? Waar ben jij deskundig in? Ik ben deskundig in wat het met je doet om in schulden terecht te komen. Want dat heb jij zelf meegemaakt? Want dat heb ik zelf meegemaakt. Maar ik ben uiteindelijk, na een hele lange tijd waarin ik helemaal op de bodem zat, ben ik eruit gekomen. Mm-hmm. Ben ik vrijwilligerswerk gaan doen om andere mensen te helpen. Daar vanuit ben ik toen gevraagd om dat als mijn werk te gaan doen. Ik ben bij schuldhulpverlener in de vroegsignalering geworden, zoals dat heet. Ik ben bij honderden mensen thuis geweest om op... Honderden mensen geweest om op, gewoon te praten over hun geldzorgen. Dat ging op een manier dat ze niet eens wisten dat je kwam. Dus je staat gewoon onverwacht op de deur van, we hebben signalen en dan ga je ermee in gesprek. En nou ja, al die ervaring, dit is dus mijn eigen ervaring, maar ook alles wat je bij andere mensen ziet en wat ze meemaken. Dat koppel je aan elkaar en daar ga je over nadenken en dat verbreedt je kennis. En dat maakt dan dat ik nu een senior ervaringsdeskundige ben, omdat het veel meer is dan alleen maar mijn eigen ervaring die ik inzet. En bij Movisie ben ik nu veel meer een kenniswerker en deel ik die kennis en zet ik die kennis in om ook de onderzoekers en de kenniswerkers bij Movisie te helpen om steeds vanuit de mensen zelf te denken. Want dat is wel echt het essentiële aan ervaringsdeskundige zijn, is dat je als uitgangspunt neemt, wat maken mensen nu eigenlijk mee? Ja, ik vind het ongelooflijk inspirerend wat je hier vertelt en dat je vanuit die waar je zelf in hebt gezeten, dat nu inzet om anderen ook te helpen en het beter te maken. Hier in de Direct Duidelijk Tour hebben we het dus vaak over het beter maken van dienstverlening, van communicatie. Als jij met die ervaringsdeskundige werkt, waar lopen mensen allemaal tegenaan? Nou ja, die ervaringsraad, nog even. Ja. Daar zitten dus die mensen in die dat zelf ervaren hebben. En we hebben ook gemerkt dat als de onderzoekers vragen gaan stellen, dan gaat dat vanuit het blikveld van die onderzoeker, want die denkt dat het over moet gaan.
En waar wij heel erg nadruk op leggen is dat het vooral moet gaan over wat voor de mensen in de ervaringsraad belangrijk is en waar ze tegenaan lopen en wat voor hen speelt. En dan gaan we gaan dus best veel open gesprekken voeren over een onderwerp zonder te veel te sturen. Of het is echt wat uit hen komt. En het blijkt dat je dan een enorme schat aan informatie ophaalt van wat er nu eigenlijk echt speelt of wat mensen echt meemaken. En dat kunnen ook heel verrassende dingen zijn. En dat is dus wel iets anders dan even de straat op gaan en bijvoorbeeld vragen, wat vindt u ervan? Want dat, ik hoor jou zeggen, dat is dan eigenlijk gestuurd vanuit zo'n organisatie. Dus dan uit het belang van die organisatie En dan heb je al uitgangspunten. Dus je hebt en je eigen uitgangspunten, maar je hebt ook de manier waarop je luistert, wat je eruit haalt. En allebei, hè, als je niet gaat vragen, wat vind je hiervan, maar wat gebeurt er in jouw leven? Dan komen daar dingen waarvan jij weet, oh, daar moet ik wat mee. Ja. Dus dan gaat het veel gerichter op wat de mensen meemaken. En wat je hoort kun je ook beter naar leren luisteren als je iemand... En dat is mijn rol. Mijn rol is om de onderzoekers samen met de onderzoekers op een goede manier te luisteren naar wat er gebeurt. En om te zoeken naar wat daar nou achter zit. En omdat ik bij heel veel mensen ben geweest, weet ik ook meer dat er iets achter zit. Of dat er nog dingen kunnen spelen die je niet op het eerste oog zo... daarin terughoort, in wat er gezegd wordt. Als ik je dat hoor zeggen, dan denk ik dat vergt behoorlijk wat vaardigheden om dan de goede vragen te kunnen stellen, om met mensen in gesprek te gaan. Voordat we daarop verder gaan, kan je een mooi voorbeeld geven? Wat komt er dan uit zo'n ervaringsraad bijvoorbeeld? Iets waarvan je... Ja, dat is dan iets waar je dan eigenlijk als overheid iets mee zou moeten. Of als organisatie. Het zijn heel verschillende dingen, dus het gaat echt alle kanten op. En het leuke is ook dat je op één onderwerp beginnend ook op een ander onderwerp uitkomt. Ik heb een voorbeeld over wat ouders meemaken als ze naar school gaan. Ja, vertel. Dus ik heb een citaat dat ik heel graag wil voorlezen. Nou, lees het maar voor. Ja, daar zitten we hier voor. Dat is wat een mevrouw ons verteld heeft in de ervaringsraad. Ik wil mijn bril opzetten, want anders wordt dat... Toen ik mijn kind een keer naar school bracht, bleek dat ik iets mee had moeten nemen. Dat had in een brief gestaan. Ik had die brief niet kunnen lezen. Een buitenlandse moeder die naast me stond, had ook niets meegenomen. Die zei, ik weet niet. Er was begrip voor haar. Bij mij werd gedacht dat het me niet kon schelen. Dus ik probeerde ook, ik weet niet. Toen werd gedacht dat ik die vrouw belachelijk maakte. Maar ik wilde gewoon ook begrip dat ik die brief ook niet kon lezen. Ja, dat gaat wel diep. Hè? Het gaat diep, ja. En het zijn heel veel van dit soort dingen die naar boven komen. Ja. Waardoor je en duidelijk dat duidelijk wordt wat het nou eigenlijk doet. Maar ook dat verschil tussen bijvoorbeeld een mevrouw uit het buitenland en een mevrouw met een Nederlandse achtergrond. Dat daar verschillen ontstaan in hoe dat ervaren wordt. Ja. Hetzelfde is, mevrouw heeft ook wel eens verteld dat zij in de bibliotheek een taalkursus ging volgen. En dat in een soort open ruimte is. En de meeste mensen die taalkursus zijn van buitenlandse afkomst. Daarvan is het logisch dat je de taal niet kan. Mm-hmm. Die voelen zich daar wel thuis. Maar zij moest daar ook bij zitten. En zij heeft zoiets van, ja, dan ziet iedereen mij daar zitten. Die gaan allemaal vragen, wat doe je daar dan? Waarom zit jij daar? Want die weten niet. Ja. Ja, dus dat... Jouw pleidooi is dus eigenlijk, testen is heel erg belangrijk als je naar buiten gaat. Doe dat vooral met ervaringsdeskundigen en doe dat dan vooral ook goed. Ja, op een goede manier. Dus op een goede manier. Ja. Ja, dus niet zomaar mensen vragen, maar nou ja, dat verschil tussen mensen met ervaring en ervaringsdeskundigen. Dus zoek naar mensen die brugfunctie kunnen zijn tussen de mensen die het zelf ervaren en jou als beleidsmaker of als onderzoeker. We krijgen daar meteen een vraag over binnen, want hoe kom je dan in contact met ervaringsdeskundigen? Hoe vind je die dan? Hoe vind je zo'n testpanel, noemt iemand het ook? Ja, wij hebben onze mensen gevonden door gewoon allerlei organisaties aan te spreken die bezig zijn met mensen helpen met taal. Dus Stichting ABC, VAROS. En zo zijn er allerlei organisaties waar ook mensen al actief zijn. En wij benaderen deze mensen als mensen met ervaring, want het gaat om hun ervaring. Maar tegelijkertijd zijn zij ervaringsdeskundigen, omdat ze bijvoorbeeld een sleutelpersoon zijn. Dus een bepaalde rol vervullen bij een andere organisatie. Waarin ze anderen helpen. Dus dat kan, op die manier kun je ook aan mensen komen. Dus zoek vooral de organisaties die je hierin kunnen helpen. Ja, is eigenlijk... maar zoek ook naar mensen die werken, die gewoon in de praktijk werken met deze mensen, om die
brugfunctie te vervullen. En het mooie is natuurlijk dat veel overheidsorganisaties die mensen gewoon zelf in dienst hebben. Dus we hebben misschien wel mensen gewoon rondlopen binnen de organisatie die die brugfunctie al vervullen. Dat zou kunnen. Ja. Ja. Dus ga daar naar op zoek. Dank voor je vraag, Lee. Jacinta, ook jullie hebben getest met ervaringsdeskundigen. Wat was jullie ervaring en hoe ging dat precies? Nou, het stond eigenlijk al heel lang op het wenslijstje om, om inderdaad een testpanel te gaan doen. Onze tijd is ook beperkt en bijvoorbeeld zo'n brievenmonitor organiseren kost ook tijd. Dus je moet ook keuzes maken. Maar het stond dus al wel een poosje op het lijstje, want ik denk dat het heel erg belangrijk is om de mensen voor wie de brief bedoeld is te vragen wat ze ervan vinden. En toen was er een keer een bijeenkomst van Gebruikers Centraal. En toen vertelde iemand dat ze op de Libelle Zomerweek, dat vond toevallig plaats in de gemeente Haarlemmermeer, dus het was voor ons relatief makkelijk om daarheen te gaan. Dat ze daar gebruikerstesten gingen doen. Op de Libelle Zomerweek? Ja. Oké, ja. Fantastisch. Ja, ja. Dus ik was er nog nooit geweest. Heel veel mensen, niet alleen dames, maar toch best wel een gemengd publiek. En daar was ook een bureau die dat organiseerde. Er waren ook andere klanten, commerciële klanten die met gebruikers wilden praten. Nou, die stuurden dan twee leuke jonge mensen die beurs op. En die nodigden hun dan uit om een kopje koffie te komen drinken. Ja, dus je hebt wel twee leuke jonge mensen nodig eigenlijk. Niet de grijze koppen die hier vandaag aan tafel zitten. Leuke grijze kop kan ik ook. Leuke grijze kop, oké. Okay, wij kunnen het ook. Oké, okay, heel maar goed. Maar ja. Het belangrijk was dat ze het gezellig maakten. Ja. De plek waar dat onderzoek plaatsvond was ingericht als een café. En van die ouderwetse tafelkleedjes en die mensen. Dus het was en leuk ingericht en het was ook natuurlijk in een omgeving, een Libelle Zomerweek, die niet vanzelfsprekend zeg maar was, maar gewoon een hele leuke fijne sfeer had om dat te kunnen doen. Maar mensen vonden het toch leuk om met ons in gesprek te gaan. Dus ik was met mijn collega Liesbeth en we hadden een paar brieven meegenomen en die zijn we gaan voorleggen aan mensen. En we hebben ook een foto van, hè? Dus we kunnen meteen even kijken hoe dat er dan uitzag. Maar vertel rustig verder. Dat is Liesbeth en we zitten allebei driftig te schrijven en dit zijn twee dames van de Zomerweek. Het waren dus gewoon bezoekers van de Libelle Zomerweek die aangesproken waren. Ja. En het was leuk, het was goed om te doen, maar we realiseerden ons ook, de een zegt dit, de ander zegt dat, maar ook dingen waarvan wij denken, dit is vast heel erg onduidelijk, dat die mensen zeiden, nee, ik snap dat wel, ik moet gewoon betalen als ik deze brief lees. Oh, ja. En die andere teksten, dat zal wel. Maar ook, je moet er wel echt goed over nadenken hoe je dan zo'n test aanpakt en welke vragen je stelt en wat het je op moet leveren. Eigenlijk wat Mark ook zegt, wat dieper daarin duiken. Ja. Want Mark, als je dan zo kijkt, van je gaat dus naar een event toe, je vindt mensen die wat moeite hebben met lezen en schrijven en je stelt die vraag. Dat is een wat andere aanpak dan hoe jullie dat doen. Ja. Maar wat vind je hiervan? Nou ja, ik vind het prima om te doen. Ik denk dat het belangrijk is, maar ik denk wel dat je gewoon moet realiseren dat op het moment dat jij al iets hebt wat je voorlegt, kunnen mensen zeggen of ze het begrijpen. Mm-hmm. Dat wil niet zeggen of alles wat erin staat nou eigenlijk zo relevant voor ze is. Dus je hebt het allereerste voorbeeld waarmee begonnen. In het goede voorbeeld van de brief staat over dat je contact kan opnemen met de logistieke afdeling. Ja. Voor wie is het belangrijk dat te weten dat het een logistieke afdeling is als die een brief krijgt. Ja. Ik kan ook gewoon zeggen, neem contact op met ons. Ja. Snap je? En als je die brief voorlegt, dan zeggen al die mensen, nou ja, prima, ik snap wat er staat. Maar dat wil niet zeggen dat alles... Ja, dus er zit echt nog wel een laag dieper in. Je zou ook nog iets meer kunnen nog daarvoor kunnen beginnen. Dus met testen beginnen met, is dit het goede idee? En wat moet er dan voor jou in staan om... Ja, en dat zou dus sales kunnen zijn. Misschien dat mensen zeggen, misschien moet je hier helemaal geen brief over sturen. Ja. Is dit te komen? En sowieso beginnen met welke manier is voor jou van belang om dingen dat we hierover met jou communiceren? Want dat kan op allerlei manieren communiceren, zou ik dan niet zeggen. Maar, want als we dan inderdaad even kijken naar wat die definitie van heldere communicatie is. Hè? We hebben hem hier eventjes ook in beeld voorgezet. Dan zie je het eigenlijk dat het ook over al die verschillende dingen gaat. Hè? Het is niet alleen die begrijpelijke taal. Ik zal me even letterlijk voorlezen. Communicatie is in begrijpelijke taal. Als de formulering, structuur en stijl zo duidelijk zijn dat het beoogde publiek gemakkelijk kan vinden wat het nodig heeft, begrijpt wat het vindt en die informatie kan gebruiken. Trouwens roep ik iedereen op die dit in makkelijkere taal neer kan zetten. Doe dat vooral in de chat, geef ons tips. Maar dit is die officiële definitie. En hier zie je dus ook in, het gaat niet alleen om die taal. Het gaat ook om het kunnen vinden, het begrijpen daarvan en het kunnen omzetten in een actie. Dat het is wat de mensen nodig hebben. Dus je moet alleen maar communiceren wat ze nodig hebben. Ja. En alle andere dingen die zij niet nodig hebben,
moet je eruit halen, zoals welke afdeling het is. Of... Ja. Mooi. Nou, ik denk ook, misschien komen jullie dat wel vaak tegen. Als ik brieven lees van mijn collega's, het gaat ook vaak over betalingen die mensen moeten doen. Hè? Of achterstallige betalingen of in de toekomst. En dan zie ik soms een bedrag staan, maar er staat er niet bij, is het per maand of is het per jaar? Of er staat bij, u moet iets betalen, een eigen bijdrage tot maximaal zoveel. Maar de maandelijkse bijdrage keer 12 is ver onder dat... Dus dan denk ik, waarom staat dat getal erbij? Het gaat denk ik ook vaak mis bij getallen en bedragen. Ook. Kom je dat ook tegen? Ja, en wat je bij dit soort dingen vaak tegenkomt... is dat zo'n brief heeft meerdere opties voor wie het bedoeld is. Hè? Dus, ja. Dus je weet namelijk niet wat diegene, de situatie van diegene is. En die brief geeft antwoord op al die verschillende opties. En die staan allemaal bij elkaar, dus het wordt best veel. Dus een soort verzameling van allerlei opties. Het kan veel helderder dat je veel sneller ziet van dat je er alleen uit kan pikken wat voor jou relevant is. En voor heel veel mensen is dat heel erg moeilijk om uit een tekst te halen wat is nou voor mij? En wat kan ik overslaan? En dat is dus overbodige informatie. En door het inzetten van ervaringsdeskundigen kom je daar dan misschien wel achter. We gaan even contact zoeken met onze zuiderburen. Want in Vlaanderen hebben ze een superhandige handleiding gemaakt voor het testen van communicatie voor overheidsorganisaties. Welkom Karen de Schams. Wat fijn dat je er bent. Je werkt als taaladviseur bij de Vlaamse overheid. En je bent ook medewerker van het project Heerlijk Helder. Dat is zeg maar de grote zus van Direct Duidelijk, hè, als ik het zo goed zeg. Jullie waren iets eerder dan Direct Duidelijk, dus vandaar grote zus. Zeg, een handleiding voor testen. Waarom hebben jullie dat eigenlijk gemaakt? Wel, we merkten dat teksten testen bij de doelgroep binnen de Vlaamse overheid toch nog niet zo vaak gedaan wordt. En dat heeft ook wel soms wel negatieve gevolgen voor onze communicatie en dus ook voor onze organisatie als geheel. Misschien eventjes het voorbeeldje laten zien. Ja, een voorbeeld van een verkeerscampagne die in 2020 is gevoerd door de Vlaamse overheid. En die kreeg heel veel negatieve kritiek in de pers en op sociale media, omdat ze onbegrijpelijk zou zijn. Dus het ging kan je omschrijven wat we op dat plaatje zien? Ja, het gaat over een affiche met het woordje tunnelreflex. En de bedoeling was eigenlijk om mensen aan te zetten om in tunnels afstand te houden. Ja, dus we zien hier een bord bij de ingang van de tunnel, denk ik, waar het woord tunnelreflex staat. En dan zie ik twee vrachtwagens met een grote pijl daartussen om de afstand aan te geven. Inderdaad. Ja. Maar die boodschap die bleek helemaal niet begrijpelijk te zijn voor de meeste mensen. Er kwamen heel wat negatieve reacties op. En de affiche bleek inderdaad ook niet vooraf getest te zijn. Dus dat is wel jammer natuurlijk. Dit soort campagnes die kosten veel geld. Ondertussen staan al die borden langs de weg. Als je dan je communicatiedoel niet bereikt, dan is dat zeer jammer. En om zulke vervelende situaties te voorkomen. En daarom is testen dus zo... Om een handleiding over testen te maken. Want mensen weten vaak niet zo goed hoe ze daaraan moeten beginnen. Je vindt daar niet zo heel veel informatie over. Over teksten schrijven wel, maar teksten testen is toch weer net iets anders. Dus vonden we het een goed idee om daar een aantal dingen over samen te vatten in een handleiding met een stappenplan en een overzicht van verschillende methodes die je kunt gebruiken. En, zo. En dat is een heel mooi document geworden. We hebben dit hier ook liggen. Dank u. Het is behoorlijk vol met heel veel praktische tips en ook hoe je dat dan aanpakt. Kan je ons meenemen wat eigenlijk de belangrijkste tips uit deze handleiding zijn? Ja, de handleiding is heel uitgebreid, dus het is niet zo gemakkelijk om er een aantal tips uit te halen. Maar ik zal het toch proberen. Een eerste belangrijke tip is denk ik om... je hoeft eigenlijk niet alle teksten te testen. Dat is vaak niet mogelijk in een organisatie. Het is ook eigenlijk niet nodig. Dus je kunt je zeker beperken tot teksten waar het echt heel belangrijk is dat het effect dat je beoogt, dat dat ook effectief bereikt wordt. Of teksten met natuurlijk hoge ontwikkelingskosten, zoals zo'n affiche. Daar is het echt belangrijk dat ze begrijpelijk zijn. Dus die moet je zeker testen. En de feedback die je op de ene tekst krijgt, die kun je vaak ook gewoon toepassen op andere teksten. Dus dat is een eerste punt. Tweede punt zou ik zeggen, ga er gewoon eens mee experimenteren met de gebruikerstesten. Mensen hebben vaak een grote drempel om daarmee te beginnen.
Ze willen dat het meteen perfect is, maar dat hoeft eigenlijk niet. Je zal er altijd iets van opsteken. Al is het maar dat je gewoon een betere voeling krijgt met je doelgroep, met hoe die denken, met hoe die een tekst lezen en zo verder. Dus ga gewoon eens aan de slag. Je leert het gewoon door het te doen. Hou het ook simpel, dat is de derde tip. Mensen denken vaak dat gebruikerstests dat die grootschalig moeten zijn, wetenschappelijk onderbouwd en zo verder. Maar als je gewoon wil weten hoe je een tekst kunt verbeteren, is vaak een kleinschalig informeel onderzoek bij een 10-20 mensen vaak al echt voldoende. Dat geeft je vaak al heel veel feedback waar je mee aan de slag kan gaan. Dat zagen we net natuurlijk eigenlijk al in de praktijk bij Jacinta, hè, op de Libelle Zomerweek met dat testen. Ja, zeker. Dus zo klein kan het ook zijn en het kan ook over groot effect hebben. Absoluut, ja. Wat vaak aangehaald wordt om niet te testen, is een gebrek aan tijd. Alles moet snel gaan. Maar ik denk dat het belangrijk is om gebruikerstesten te zien als echt een essentieel onderdeel van het ontwerpproces en daar dus echt ook tijd voor uit te trekken en dat in te plannen. Ja, zeker. Dus dat is een vierde tip. En dan een laatste tip is dat je, dat kwam daarnet ook al aan bod, vooraf heel goed moet nadenken van wat wil ik nu eigenlijk te weten komen en dat ook te beperken. En dus niet heel veel aspecten bevragen, maar gewoon nadenken over wat is nu echt het meest relevant, waar heb ik de meeste twijfels over in deze tekst. En op basis daarvan kun je een bepaalde methode selecteren. En in onze handleiding vind je ook een handig overzicht van welke methodes bij welke onderzoeksvragen passen. Ja, Karin, je zei het al, er staat veel meer interessante informatie in deze handleiding, maar dit zijn dan de 5 tips waarvoor jij zegt van, die wil ik er in ieder geval even uitlichten. Mm-hmm. Hoe zijn eigenlijk de reacties op jullie handleiding? Ja, onze collega's hebben ons heel positieve reacties gegeven. Ze vinden de handleiding heel overzichtelijk, heel praktisch, een handig hulpmiddel om mee aan de slag te gaan. Dat is natuurlijk fijn om te horen, maar we willen natuurlijk graag dat ze het ook effectief in de praktijk brengen. Dat hebben we iets minder zicht op, maar we zijn momenteel bezig met het verwerken van de zelfevaluaties van de organisaties. We vragen in elk jaar van wat heb je dit jaar voor Heerlijk Helder gedaan. En uit de eerste resultaten blijkt wel dat er al heel wat organisaties zijn die al teksten hebben getest of dat ze gebruikerstesten gaan opnemen in hun planning. Dus het gaat om de goede richting uit, denk ik. Ja. Wat een mooi resultaat, dankjewel. Mark, dan zie je die 5 tips. Wat valt jij dan op? Nou, er valt mij op dat het gaat over het testen van iets wat je al bedacht hebt. Ja. En ik ben er echt dan voorstander van om ook die gebruikers mee te nemen in wat je wil gaan vertellen. Dus eigenlijk al eerder... Helemaal daarvoor, ja. Jacinta, handige tips, kan je er wat mee? Ik denk wel, als wij dit gaan doen, dan moeten we daar ook echt even serieus tijd voor nemen. Ik heb die handleiding van tevoren ook even doorgenomen. Er stond geloof ik 2 keer in, wat ik ook vind, van als een subsidieregeling ingewikkeld is, dan kan je daar eigenlijk ook geen makkelijke brief over schrijven. Dus ik vind het ook een beetje flauw om iemand anders de schuld te geven, want wij moeten als communicatieadviseur van wie dan ook gewoon natuurlijk ook gewoon ons werk doen. Maar het is wel zo. Regels zijn vaak, tenminste vind ik wel, heel erg ingewikkeld. Ja, zeker. En dan... Dus dat viel me op in je handleiding, dat jullie dat ook signaleren. Ja, ik raad iedereen aan die handleiding eens goed door te nemen. Toen we dit webinar aankondigden, kregen we al een hoop vragen binnen. En dit is een van de vragen die wij erg interessant vonden. Hallo, ik ben Angelie van der Ridder en ik werk bij Corporate Communicatie Rijkswaterstaat. Wij doen bij deze afdeling veel onderzoeken, communicatieonderzoeken, reputatieonderzoeken. En dat houdt ook in bijvoorbeeld het testen van kernboodschappen of communicatieuitingen. Wij maken bij alle onderzoeken gebruik van een onderzoeksbureau. En dat heeft onder andere te maken met de onafhankelijkheid van zo'n onderzoeksbureau. Dus dat helpt ons ook als wij in gesprek gaan met onze interne opdrachtgevers, bijvoorbeeld het bestuur. Als we met onderzoeksresultaten komen, dat dat een bepaalde zwaarte heeft en onafhankelijkheid, omdat het uitgevoerd is door een onderzoeksbureau. Hoe zien jullie dat? Want als je zelf de straat op gaat als communicatieadviseur en je gaat in gesprek met het publiek en je haalt op die manier onderzoeksresultaten op, is toch anders dan wanneer je een onderzoeksbureau daar
opdracht toegeeft. Ik ben heel benieuwd naar jullie antwoord. Bedankt, dag. Nou, Angeline, bedankt voor deze heel interessante vraag. En dan ga ik meteen maar weer even terug naar Karen. Want Karen, wat zegt jullie handleiding hier eigenlijk over? Ja, in onze handleiding hebben we inderdaad een aantal voor- en nadelen opgelijst van testen laten uitvoeren door een onderzoeksbureau of wel zelf testen. Testen door een onderzoeksbureau heeft uiteraard heel veel voordelen. Het is professioneler, je hoeft er zelf minder tijd in te steken. Het is ook een neutrale partij. Maar toch wil dat niet zeggen dat testen door een onderzoeksbureau per definitie beter zijn. Ook zelf testen heeft heel wat voordelen. En ik denk het belangrijkste is dat je volgens mij echt aan de lijve ondervindt hoe mensen op een tekst reageren. En dat je daardoor ook meer voeling krijgt met je doelgroep. Dus dat komt denk ik beter binnen dan wanneer je gewoon reacties leest in een rapport van een bureau. Ja, ik zie Jacinta instemmig knikken, daar ben je het helemaal mee eens. Ja, want wat wij doen met die brievenmonitor, nou, je zag die foto van die collega's die aan tafel zitten. Ze raken wel veel meer betrokken en overtuigd van het belang en van wat je wel en niet moet doen. Dus het is ook het is ook heel leerzaam voor ons om zelf die test te doen. Ja, want Mark, jij zit de hele dag met mensen die natuurlijk ervaring hebben. Hoe belangrijk is het dat je dat zelf ook ziet? Dat je ziet wat iets met iemand doet, want dat is iets anders dan wat Karen ook zegt, dat je het terugkrijgt in een rapportje. Ja, nou ja, zien wat het iets met iemand doet, maar ook vooral zien dat er vaak nog dingen achter zitten. Ja. Hè, dat het eerste wat mensen benoemen niet altijd is wat hen drijft. Of wat leidt tot een bepaalde manier van naar dingen kijken. Dan is het gewoon, als je dat ziet, ga je het beter begrijpen. En ga je ook snappen dat het zorgvuldigheid zo ontzettend belangrijk is. Ik kan een voorbeeld noemen van dat een mevrouw, het gaat natuurlijk niet allemaal direct over lezers, hè, maar dat een mevrouw vertelt dat ze echt vindt dat de vrouw achter het aanrecht hoort en een hele traditionele opvatting heeft over de rol thuis. Ja. Dat kwam gewoon in een gesprek naar voren. En dan kun je denken van jeetje, nou, ouderwetse opvattingen, maar je kunt ook gaan nadenken over en doorvragen over, hey, waar komt dat dan vandaan? Want het kan ook te maken met het feit dat ze laaggeletterd is en dat ze door deze rol aan te nemen kan vermijden dat ze de post hoeft open te maken, de administratie hoeft te doen en alles wat erachter zit. Maar daar moet je dus op doorvragen, want als je dat niet doet, dan is het klaar en dan weet je eigenlijk nog niks. Dus iedere keer scherp zijn op wat erachter zit en daardoor dichtbij staan, dat helpt. En hoe vaker je dat soort gesprekken voert, hoe beter je snapt, oh ja, overal zit wat achter. Karen, heb je nog aanvullingen over waarom je wel of niet met een onafhankelijk bureau moet werken? Ik wil misschien ook nog zeggen dat mensen vaak denken dat kwantitatief onderzoek per definitie beter is. En uiteraard geeft zo'n onderzoek je zekerheid dat de resultaten statistisch significant zijn. Maar anderzijds is de feedback die je uit zulke onderzoeken krijgt wel minder gedetailleerd vaak. Hè. Dus kwantitatief onderzoek geeft je wel een inzicht in wat er fout loopt in een tekst, maar veel minder over waarom het fout loopt en wat je kunt doen om de tekst te verbeteren. Ja. En daarvoor is kwalitatief onderzoek vaak beter, omdat je kunt doorvragen. Ja. Dus de beide hebben voordelen en de combinatie is uiteraard ideaal. Natuurlijk. En beide kan je natuurlijk afhankelijk of onafhankelijk zeg maar uitvoeren zelf of door een onafhankelijk bureau. Ja, voor beide is wat te zeggen. Maar dat je dicht bij die groep moet komen, dat hebben we volgens mij wel geconstateerd dat extreem belangrijk is. Tot zover eventjes bedankt, Karin. Ik kom straks nog even bij je terug. We krijgen ook een vraag en die ga ik aan Mark stellen. Want misschien dat wel eens ter sprake komt in jullie ervaringsraad. Willen mensen nou liever werken met beeld of met taal? Als je het hebt bijvoorbeeld over laaggeletterden. Want er wordt hier gevraagd, wat vinden mensen eigenlijk van beeldbrieven? De brieven waar meer met beeld wordt gewerkt dan... Nou, ik denk dat het niet uit... dat er mensen zijn die liever met taal werken, mensen liever met beeld werken. En welke andere filmpjes, gesproken woord, kan allemaal. Dus dat juist de diversiteit aan communicatie, dat het meer daarom gaat, dan willen mensen liever. Want ik denk niet dat er één oplossing is hierin. En aan de ene kant is het makkelijker voor de mensen in de ervaringsraad om ook met beeld te werken, maar je wil ook gewoon erbij horen en meedoen. Ja, precies. En dat is denk ik wel wat we ons allemaal moeten beseffen.
dat in heel veel communicatie rond taal ook allerlei veronderstellingen zitten dat dat erbij horen zo belangrijk is. Als je gaat zeggen er zijn zoveel mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, dus we moeten gaan zorgen dat die mensen dat gaan leren, stel je dus dat het daarom gaat, het leren, en dat het dus aan hen ligt dat ze het niet kunnen. Maar daarom hebben we ook bijvoorbeeld iemand met een taalontwikkelingsstoornis erbij zitten, maar voor wie dat sowieso al lastiger is. En dus om dan ook bij te weten, wat doet dat dan met jou als we daar die nadruk op leggen? En dat is ook een bewustzijn wat we moeten hebben in al onze ideeën rond communicatie. Ja, dankjewel. We hebben ook nog een vraag van Femke. Ook maar eventjes eerst naar jou, Mark. Hoe ga je eigenlijk om met vergoedingen voor ervaringsdeskundigen? Ik snap die vraag wel, want dan gaan we dat inzetten. Maar hoe doe je dat dan? Nou, dan betaal je ze. Dan betaal je ze nou. Mensen kunnen gewoon een vergoeding krijgen. Ja. En dat is gewoon echt wel een best wel goede, redelijke vergoeding. Alleen niet iedereen is in de positie om een vergoeding te willen accepteren. Hoe het hier werkt, kan dat nadelen hebben voor bijvoorbeeld je toeslagen. En kan het uiteindelijk nadeliger uitpakken. En je moet ze ook opgeven bij de belasting. Ja. Dat is ook niet voor iedereen makkelijk. En we proberen ook daarin dan wel mee te denken en te ondersteunen. En te zorgen dat we dat ook goed doen. Zodat ze ook echt een keuze kunnen maken die in hun voordeel is. Ja. Dus het is verder, het gaat nog om meer dan alleen maar ik ga een vergoeding geven. En ook daar heb je dus het gesprek over. Ja. Wat zou jou helpen? Ja, je blijft daarom terugkomen natuurlijk. Ja. Jacinta, hoe deden jullie dat bijvoorbeeld op die Libelle Zomerweek? Kregen mensen een vergoeding als ze jullie hielpen? Of was het gewoon een lekkere kop koffie? Ja, precies. Ze kregen een kopje koffie en ze vonden het gewoon wel gezellig. Hè. We probeerden het een beetje gezellig en leuk te maken. Dus dat was de deal. Maar niet geen geld. Of een... Ja. Dus dat kan ook. Ja, maar dat is natuurlijk ook een spontaan moment. Ja. En dan is het wat anders als dat je zegt, we vragen jou om wat langer met ons mee te werken en mee te denken en wat vaker naar dingen te kijken. Ja. En als je zoiets hebt, zo'n lange verband, dan vind ik ook dat je dat moet belonen. Natuurlijk is dan nog wel de grote vraag, hoe krijg je dit dan voor elkaar in je organisatie? Hoe zorg je dat mensen dit belangrijk gaan vinden en dat daar tijd en ruimte? Want je zei al, dat is vaak dan wel een argument om het misschien niet te doen. Ja. Hoe krijgen jullie dat voor elkaar binnen de gemeente Haarlemmermeer? Dat is een kwestie van een lange adem. Dat is een kwestie van, ik heb wel het idee dat we de wind mee hebben, zeg maar. Ik zag vanochtend ook een advertentie van ABN AMRO, die ook bezig is met het mensen makkelijker te maken. Dus het is niet alleen de overheid, maar ook banken. Ik was ook een poosje geleden op een tentoonstelling in Duitsland. Ging over Mondriaan, maar daar hadden ze van die uitlegposters in einfache spraken. Ja, mijn Duits is niet zo goed. Maar goed. Dus je ik begreep hem, dus het ging hartstikke goed. Ja. Dus we hebben de wind mee. Het is op allerlei plekken in de samenleving. Het is belangrijk dat het bestuur natuurlijk ook wat vindt. Het is belangrijk om collega's te betrekken, om het voor hun ook leuk te maken. En er zijn gelukkig veel mensen die vinden taal gewoon leuk. Die gaan daar graag mee aan de slag. En bijvoorbeeld ook die schrijfwijzer die we nu hebben. Ja, we proberen dat een beetje democratisch te doen. We maken een concept en dan zeggen we, nou, reageer maar. Ja. Is dit makkelijk voor jullie? Vinden jullie dat inhoudelijk klopt? Ziet er aantrekkelijk uit? Dus allerlei verschillende factoren. En zo probeer je steeds meer die organisatie mee te krijgen. Precies, en enthousiast hiervoor te maken. Mark, wat is jouw tip of advies om dit in je organisatie eigenlijk goed te beleggen? En dan in jouw geval dus dat inzetten van ervaringsdeskundigen. Dat zou mijn tip zijn. Van ga ook mensen die dicht bij de doelgroep staan inzetten om te zorgen dat je ook dat wederzijds begrip krijgt. Want het is niet alleen dat mensen jouw taal niet begrijpen en dat je daarmee bezig bent. Het is andersom net zo goed. Jij begrijpt die mensen eigenlijk ook niet en wat bij hen leeft. En daar is gewoon een ervaringsdeskundige of iemand anders die daar dichtbij staat als een soort brug. Echt heel erg helpend. Ja. En die zou je dus kunnen zoeken in je eigen organisatie of misschien met jullie contact opnemen om te dat kijken kan, van hoe Dat kan. En daar kunnen jullie ook overheidsorganisaties bij ondersteunen. Ja, wij doen ook bij 6 gemeenten, en er komen er nog 6 bij waar we een traject doen, ervaringsdeskundigheid voor beleid bijvoorbeeld. Ja, en waarin ook dit soort voorbeelden naar voren komen, maar dat hangt ook een beetje af waar die ervaringsdeskundigheid over gaat. Het kan ook een ervaringsdeskundig beleidsadviseur zijn. Er zijn allerlei mogelijkheden hoe je ervaringskennis kunt inzetten als gemeente. Ja, dus het gaat inderdaad ook verder dan alleen communicatie, denk ik. Ja, dus veel verder. Het gaat om beleidsontwikkeling, dienstverlening. Het kan op allerlei vlakken en op allerlei
onderdelen van een gemeente, zeg maar, kun je ervaringskennis inzetten. Ja, nou, daar kunnen we volgens mij nog uren over doorpraten. Maar we beginnen al een beetje naar het einde van dit webinar te komen. Karen, ik ga nog even naar jou terug. Want elke webinar sluiten wij af met onze gasten met de gouden tip. Dat is er dan eentje, dus je moet je beperken tot één tip. Maar Karen, wat zou jouw gouden tip zijn voor onze kijkers? Wel, ik zou zeggen, doe zelf eens mee aan een gebruikerstest, maar dan als proefpersoon. Ik heb dat zelf ook al een aantal keer gedaan. Ik vond dat telkens heel leerrijk om te zien van hoe gaat dat in zijn werk, wat wordt er gevraagd en zo verder. En dat kan misschien de drempel ook verlagen om zelf eens zo'n test te organiseren. Dankjewel, een fantastisch mooie tip. We nemen hier afscheid van jou. Bedankt dat je er was, ja. En graag tot de volgende keer. Mark. Dag. Mark, jouw gouden tip. Ja, nou dan wil ik Theo en Thea even aanhalen. Theo en Thea, we gaan even jaren terug, zeg, naar mijn jeugd. Ja. Ja, namelijk dat je je constant afvraagt, waar gaat het eigenlijk over? Waar gaat het eigenlijk over, Thea? Ja. Telkens weer die vraag stellen en luisteren naar de mensen over wie het gaat. Want daar, dat moet kloppen bij wat zij beleven. Ja. En ik zeg ook altijd, luisteren is niet vrijblijvend. Nee, dus wat er terugkomt, moet je ook wat mee doen. Dat is trouwens ook nog wel een belangrijke tip. Dus niet alleen een beetje Theo en Thea zijn, maar ook dat luisteren niet vrijblijvend is. Ja. Doe daar echt wat mee. Ja. Dankjewel, Mark. Jacinta, jouw gouden tip. Ja, ik had het over dat je het over collega's leuk en makkelijk moet maken. Ik denk dat het ook belangrijk is dat in de organisatie iedereen zijn rol pakt. Dus het bestuur, de burgemeester en wethouders moeten het belangrijk vinden. Managers moeten er de tijd voor geven aan medewerkers om trainingen te doen of om zo'n brief te herschrijven. Mensen die een brief ondertekenen moeten ook hun rol pakken. Die moeten niet zeggen, nou, iemand heeft geschreven, zal wel goed zijn. Die moeten kritisch kijken. Als het niet goed is, dan moet hij terug. De systeembeheerder moet zijn rol pakken, want we pakken standaardbrieven aan. En dan de medewerkers zelf. Dus het ligt op allerlei verschillende plekken in de organisatie. En zorg dat iedereen daarin zijn rol kan pakken. Ja, dus betrek iedereen daarbij. Nou iedereen, een aantal mensen die in die keten zitten. Ja, precies. Ja. Ja, iedereen zou ook wel leuk zijn, maar dat is niet te doen. Dankjewel. Drie fantastische tips. Bedankt dat jullie hier waren. Ik vond het een heel fijn gesprek. En bedankt dat jij ook aanhaakte bij de Direct Duidelijk Tour. Gebruiker Centraal organiseert regelmatig testsessies voor en bij overheidsorganisaties. Wil jij nou ook gaan testen met jouw inwoners, ondernemers of andere doelgroepen? En heb je er hulp of ondersteuning bij nodig? Mail dan naar directduidelijktour@gebruikerscentraal.nl. Die ga ik gewoon nog een keer herhalen. directduidelijktour@gebruikerscentraal.nl. Dan gaat Gebruikerscentraal je daarbij helpen. En heb jij nou een goede vraag op het gebied van communicatie? Worstel je ergens mee? Mail ons dan vooral ook, want we komen graag bij jou langs om het voor jou op te lossen. Heb je een mooi project dat je misschien met ons wilt delen? Ook dat komen we graag bij jou bekijken, want we zijn on tour met de Direct Duidelijk Tour. Ook dan kan je mailen naar directduidelijktour@gebruikerscentraal.nl. Hou natuurlijk onze socials in de gaten, want we zijn snel weer bij je terug met een spiksplinternieuwe aflevering. Bedankt!